alweer de 50ste aflevering. Wat is het toch ook een succesformule. Vandaar dat we er gewoon vandaag weer eentje doen. Ik ga het nog één keer uitleggen, maar de diehard fans die weten hoe het werkt. We hebben één quizvraag, drie antwoorden en jij moet raden welke de juiste is. Volgens mij sta ik hier naast een echte Rotterdammer. Klopt dat, Robert? Bijna. Oh. Schiedam. Schiedam. Ja, aha, Schiedam. Okay. Close. Wat zei je? Wat is de vraag die je voor ons hebt? Kan jij de treinwijzer al? Nee. Dat is de nieuwe service in de NS, hè? Oké. Okay. Wat kan je er allemaal mee? Dat is de vraag. Dat is de vraag. Oké, okay, de quizvraag is: wat kun je met de treinwijzer? Ja. Ja, die treinwijzer, dat is dus iets nieuws in de app. Laten we dan ook van deze aflevering maar even de leukste treinwijzerquiz van Nederland maken. Kunnen we nu weer door? Dan kun je zien welke treinen er allemaal tegelijkertijd rijden. Daarmee kun je voor jouw treinreis aanmelden en zien of er nog voldoende plek is in de door jou gekozen trein. Met deze functie deelt NS leuke nieuwe weetjes over het spoornet. Ik hoop dat jij iets wijzer bent geworden van al die antwoorden. Waar ik je in ieder geval wel op wil wijzen is de YouTube abonneerknop. Die zit hieronder. Klik er even op. B, denk ik, de tweede. Ja. Vertel, waarom denkt u dat? Nou, ik dacht dat gok eigenlijk. De derde is het niet. De eerste heb ik niet gehoord. En de tweede zou kunnen. Ja. Het heet dus treinwijzer. Ja. En je denkt dat je kan zien welke trein waar rijdt. Ja. Ik denk B. Oh, ik denk A. Is het vaker zo dat jullie het niet met elkaar eens zijn? Nee, nooit eigenlijk. Maar jij zei B, waarom? Dat met genoeg plekken zo, vanwege de corona. Dus vandaar. Ik denk C. Oh, waarom? Om die andere twee niet logisch lijken. Ik denk A. Jij denkt dat je kan zien welke trein waar rijdt? Ja. En hoezo denk je dat? Een treinwijzer, omdat dat dan wijst welke trein waar zit. Ah, letterlijk, denk jij? Ja. Wat kun je nou met die treinwijzer? Vertel, Robert. In die treinwijzer kan je je aanmelden voor je reis. En dan kan je ook zien of er nog voldoende plek is in de door jou gekozen trein. Oké, dus je kijkt niet alleen hoe je reis gaat, maar je meldt ook je reis aan. Je meldt ook je reis aan, inderdaad. Oké, handig, weten we dat ook meer. Toch? Ja? Het is een geweldige service van de NS, toch? Werk jij voor de NS of zo? Ik werk nu voor de NS. Zou je niet zeggen. Inderdaad. Handig, die treinwijzer. Je krijgt dus ook gewoon een melding als de trein toch nog voller blijkt te zijn. Hebben we weer wat geleerd. Volgende keer, zelfde kanaal, nieuwe vraag. Tot dan.